Voor welke mensen is de klussendienst Altena bedoeld? Voor de mensen die dus eigenlijk zelf niet iets kunnen doen. Dat is boven de 55 jaar. En de mensen die dus gehandicapt zijn. En die zelf geen klusje kunnen uitvoeren. De klus wordt gemeld bij de coördinator. Hij zoekt uit wie dus de juiste man of de juiste vrouw. We hebben dus ook twee vrouwen tegenwoordig in de klussendienst. Die dus de klus doen. Eén is goed in tuinen, de ander is goed in elektro. De meeste klussen is een tuintje doen. Dat komt het meeste voor. En voor de rest komt er ook ergernissen in huis. Een deur die piept. Een deur die dus klemt door de vocht of zo. Dan halen wij er iets af. Of een slot dat heel moeilijk open en dicht gaat. Een schuif die dus verroest is, die wij smeren. En dat zijn hele ergerlijke dingen. Deze deur die klemde zo hard dat die dus ook bleef staan. Op de grond. Die hebben we er helemaal uitgehad. En aan de onderkant hebben we 2 centimeter afgeschaafd. En ja, hij gaat nou weer weg. De mensen zijn altijd zo hartelijk en zo vriendelijk. Dan, je kan niet weglopen zonder koffie te drinken. Dat is geweldig. Ja. Je kan zien dat de hengen helemaal gesmeerd. En die zijn perfect in orde. En die deur die gaat voor mevrouw geweldig open en dicht. En de rest, ja, alle vrijwilligers doen het allemaal gratis. Ik vind eigenlijk alle klusjes leuk. Want we zitten, wij met de mensen gelukkig maken. En elk klusje wat we doen, zijn de mensen gelukkig. Dus dan is het, ja, dan maakt het ons niet uit wat we doen. Maar als je het helemaal diep in mijn hart kijkt, dan zou ik de technische klusjes, vind ik het leukst. Waar komt al het materiaal vandaan? Dat komt van Trema. Trema die heeft dus het beschikbaar gesteld. En nu, sinds de bezuinigen, wordt het dus door de gemeente bekostigd. Nou, en of iets moeten verhuizen, wat ook wel eens gebeurt, dan mogen we de aanhangwagen van mevrouw gebruiken. Hoe lang bent u al actief voor de klussendienst? Vanaf dus de oprichting. Ik ben niet van het eerste uur, maar wel van het eerste jaar. Dus we zijn zo'n 10, 12 jaar bezig. We begonnen natuurlijk met 5 kernen. En dat was de eerste 10, 12 jaar. Het is dus het afgelopen jaar pas gecombineerd bij elkaar gekomen. Het is een enkele maanden dat er dus met ook Woudrichem erbij zit. Tegenwoordig 12 mensen die dus zich ingesteld hebben. Sinds dat we gecombineerd zijn met Woudrichem. En Wijk en Aalburg hebben we dus aangeschreven en gevraagd of ze mee wilden doen. Maar die willen nog steeds op hun eigen blijven. Het gaat om de mensen die thuis om een klus verlegen zijn met een probleem. En die proberen op te lossen. En als hun het op zichzelf doen, even goede vrienden. Scharnierwerk, iets wat niet goed functioneert. Wat in huis, dat ze dus zeggen, nou, ik heb een deur waar een slot van kapot is. Daar zorgen wij dat het slot in orde is. En dan klikt zo'n deur weer dicht en dan genieten wij er allemaal van. Want die vrouw die kan die deur open en dicht doen zonder problemen. Anders staat die open, staat een emmer voor of er staat een bankje voor om hem dicht te houden. Dat lijkt natuurlijk nergens op. Ja. Als hij dan weer werkt, is een vrouw of man bijzonder gelukkig. Soms zeggen ze, ik zou je willen omhelzen. Nou, dan zeggen wij ze dus gekscherend weg. Nou, als je 18 jaar was, mocht je dat gerust doen of zo.